Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen een trauma-bakkie flexroom in gebruik genomen. Deze staat op de spoedeisende hulp en is een aanvulling voor de afdeling radiologie. De ruimte is gesponsord door Tullo Suriname BV. Volgens Lindy Liao-Kifa, medisch directeur van het AZP, was de ruimte nodig, zodat het maken van röntgenfoto's op de spoedeisende hulp vergemakkelijkt wordt. Voor zij die de spoedeisende hulp kennen, als er iets met je gebeurt en moet een foto gemaakt worden, dan werd je in het verleden altijd gebracht naar de röntgenafdeling. En zoals de mensen die dat kennen weten, is dat een halve vleugel is een eind verder van de SIH. Dus als je die patiënt moet vervoeren, is het altijd een patiënt stabiliseren, je loopt een eentje verder en het duurt even voordat je weer terugkomt. Met die traumabukkie op de SIH heb je natuurlijk veel minder tijd kwijt. Je kan het vlak hier, kan je al een onderzoek doen en je kan dus veel sneller besluiten nemen. Je kan gewoon doorgaan met behandelingen, het is net je iets moet ontkoppelen, op transport, patiënt op transport moet terug moet komen, alles kan je gewoon ter plekke doen. En dat is natuurlijk een winst. In tijd en in behandelruimte die je hebt voor de spoedeisende hulp. Het opzetten van de flexroom heeft bijkans een half miljoen US dollars gekost. Volgens Liao-Kifa gaat het om hele dure apparatuur. Ja, het is inderdaad een half miljoen dollar. U moet je voorstellen, de apparatuur, medische apparatuur is ontzettend duur. Alles wordt in het buitenland geproduceerd. Er hangen behoorlijke prijskaartjes aan, toch? En dus dat is overal zo. Elk apparaat dat we aanschaffen, hoe groot of hoe klein dan ook, gaat over. We praten vaak niet over een paar duizend dollar, maar we praten echt over duizenden, tienduizenden, soms honderdduizenden dollars. Dus het hele project is inderdaad bijna een half miljoen US dollar. Dat is het aandeel van Tullo Oil. En dan hebben we nog niet gesproken over de bijdrage van het asset alleen erbij. Weet u toevallig hoe lang het heeft geduurd voordat de ruimte in gereedheid is gebracht? Het project is begonnen oktober 2020, dus al met al een jaar ongeveer hebben alle werkzaamheden geduurd. De ruimte is meteen in gebruik genomen door de spoedeisende hulp.